Rijden in een wagentje. Hey, Disco Fever, woehoe! Dames en heren, hartelijk welkom bij Frot Niet. En we gaan vandaag een aflevering doen, omdat het gezellig is. Ik ben hier met een kwad, genaamd Mick en Pascal Movies en ik. Nou, laten we beginnen. Frot Niet. Nou, gezellig. Twee meiden die dansjes doen. Het kan niet beter, denk ik, toch? Ik vind het wel gezellig zo. En ik heb zo'n standaard poppetje, want je moet geld betalen als je hem wil aanpassen. Oh ja, we zaten in zo'n bus en op een gegeven moment word je gedropt. Dit is dan de hele map. Het is een vrij grote map. En uiteindelijk dan, ik weet niet waar we naartoe gaan, maar ik volg Mick. Want Mick is een beetje de specialist in het spel. Nou, het zal wel goed komen, denk ik. Ik ben hier in een stad aangekomen. Zijn jullie een beetje bij mij in de buurt? Ik hoop het wel. En ik land even op een dakje, want ik denk als ik op het dak land, samen met andere mensen, gezellig. Hé, hey, er zit een... Wie is dit? Oh, die hoort niet bij mij! Oeh! Oh, jeetje, er is al iemand helemaal aan het vechten, joh. Haie, haie. Oh, in de lucht. Ja, kom op. Dit is spannend. Zeker spannend. Oh, jammer dit. Echt jammer dit. Hij zit me helemaal kapot te maken hier. Echt hoor, mensen hebben wel echt een hekel aan me. Ik begin in het spel en gelijk helemaal game over. Ik kan niks meer doen. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En nog een keer een intro. Dit is Frot Niet. En hopelijk gaat het nu wel goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Zeker weten, we gaan ons best doen. Ik moet dadelijk op tab klikken. En dan weet ik precies waar ik naartoe moet. Want Mick weet de weg. En die weet een stadje te vinden waar heel weinig mensen komen. Dus dan heb ik niet het probleem dat ik dadelijk helemaal dood en af word gemaakt. Door een of andere onbekende speler die mij niet een opname gunt in Fortnite. Ik wil ook kunnen dansen. Jammer dit. Maar daar moet je waarschijnlijk weer voor betalen. Nou, dan komt hij weer hoor. Busje komt zo. Echt wel leuk gedaan. Zullen we gewoon in het midden en dan 3, 2, 1 of zo? 3, 2, 1. En spring. Oké, daar gaan we. En ik ga mijn grote vrienden achterna. Oh, dat ziet er wel heel apart uit. Een beetje industrieachtig of zo. En ik denk dat misschien wel in die gebouwtjes dat we daar dingetjes kunnen vinden. Belangrijke dingetjes. Zoals wapens en noem maar op. En ik moet natuurlijk wel een beetje bij mijn team blijven. Want we moeten elkaar een beetje beschermen. Het zal waarschijnlijk ook tactisch zijn. Dus even kijken. We zitten hier beneden. Hebben we hier spulletjes? Dat zou mooi zijn. Even kijken hoor. Hey, heb jij een wapen? Dankjewel. Super cool. Heb ik in ieder geval wel een beetje bescherming. Dus we kunnen al lekker gaan knallen dadelijk. En dan gaan we even op zoek naar meer spullen. Ik zie daar nog wat. Oeh, een sniper rifle. Een semi-auto sniper rifle. Is op zich ook wel een goed wapen. Dus die kan ik misschien ook wel gebruiken. Storm Eye Shrinks. Hé, hey, en een kistje. Wat kan ik met een kistje? Search. Oeh, er komen allemaal spulletjes uit. Dat is even tof. En ik heb zelfs een dueling wapen. Even kijken. Ja, deze. Boah, deze. Tak. Ik zie even op tap. Maar we zitten op zich wel in een goed plekje. Ik denk dat het midden ongeveer bij Retail Row is. En ik heb deze map ook nog nooit gespeeld. Ik zie wel Pleasant Park. Dat ziet er ook wel leuk uit. Hé, hey. Mick, ik ga even jou achterna. Ik zag iemand op mijn radar. Ik denk, ik ga jou even achterna. Want hij heeft waarschijnlijk wel ervaring met deze game. Maar ook met deze map waarschijnlijk. Hé, hey, joh, jongens. Niet zo slopen, joh. Maar, oh. Volgens mij heb ik ervoor gezorgd dat onze bescherming een beetje weg is. Maar laat ik even wat anders kapen. Kijk, ik zie nog meer spulletjes. Hier nog een kratje. Kijk eens, dat gaat makkelijk kapot. Ik heb de hout uitgekregen. Hier krijg ik ook alleen maar hout uit. Heel veel hout, trouwens. Kijk eens even. Lijkt net op Minecraft. En als het goed is, even kijken. Kan ik toch bouwen? Enable to edit building. Dat is vet. Ik wil het ook kunnen. Kijk, ik zal het hier een beetje stevig maken. Kijk eens even. Gewoon even een beetje hout geplaatst. Oh, dat ziet er heel tof uit. Dat is dus onze bescherming. Ik weet niet wat dat is, maar ik bouw het er gewoon lekker voor. Het lijkt op een mega kampvuur. Ik heb een sniper rifle, dus ik kan even gaan zoeken naar mensen. Maar ze kunnen mij natuurlijk ook eventjes gaan zoeken. En vanaf daar kunnen ze, sta ik gewoon open en bloot. Dus lijkt me niet verstandig. Maar mocht er iemand zien, dan ben ik misschien wel een beetje aan het loeren met mijn sniper rifle. Oh, ik hoor schoten. Was dat van jullie? Ik hoorde iets. Oh, kijk eens even. Dit is een goed wapen, dankjewel. Yeah, Jungle Boogie. Lekker popcorn eten. Ja, ik vind het goed. Gewoon alles gaat ook naast je gewoon. Je gooit het gewoon op je gezicht. Maar zijn er al mensen? Ik ben bang dat wij dadelijk gewoon dik hard... dat de mensen gewoon in onze omgeving komen, want... Deze locatie, het is nog aardig stil. Ik vertrouw het niet. Hallo, gezellig. Ik vind het echt beter dat we in een team werken. Want vorig keer had ik gewoon random een team gejoined. En die mensen hielpen mij nog niet eens. Ja, ik bleef wel een beetje bij diegene hangen, maar... Oh, hey! Disco Fever, woehoe! Ik weet niet wat er gebeurt, maar we zijn vrolijk.
Gezellig. Nou, het is wel echt zeer verlaten hier zo. En het wordt ook wel een beetje donker in de map. Ik ben benieuwd. Ik ga nog eens even kijken. Want wie weet kan ik wel beweging vinden hier op het platteland. Ik zie wel een boom bewegen. Maar dat is ook echt het enige wat ik zie bewegen, geloof ik. Oh, ik hoor schoten. Ik ga vluchten. Oh, kan ik er hout in doen? Oh, er komt wat uit. Leuk. En Mick blijft hier met mij samen even in de basis. Moet ik daar naartoe? Oké, ik kom daar naartoe. Ik zie jullie springen. Ik ga naar jullie toe. Oeh, flink wat spulletjes hier. Shield potion en de boogie bomb. Hey, zal ik die eens even proberen, de boogie bomb? Let op. Ik zal hem even gooien. Komt-ie. Hoppakee. Heerlijk. Jongens, we verzamelen even wat oakwood. Dan kunnen we een hutje gaan bouwen. Want dit is natuurlijk veel gezelliger. Hartstikke mooi. Kijk eens even. Het kan dadelijk in één keer afgelopen zijn. Hè? Als er iemand komt met een shotgun en die ramt gewoon door ons heen. Dan zijn we gewoon allemaal dood. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Oh, ik kom daar niet naar boven. Dit is wel een heel veilig huisje. Ik weet zeker als we hier blijven zitten voor de komende jaren. Dan komt het gewoon goed. Kijk, een deur erin. Nou, echt waar. Ik kan hier gewoon echt settelen. Ik kan hier gewoon lekker mijn hele woning voor maken. Het is wel een beetje krapjes. Ik bedoel, als je naar de keuken moet lopen, ben je er wel zo. Dat is een voordeel. Maar nee, ik voor de rest, ik denk als we met z'n drieën gaan wonen, dan wordt het een beetje smal. Wel gezellig. Ja, lekker voetbal hier binnen. Dat mag ook allemaal. Maar blijven we hier zitten of gaan we verder op zoek? Nog een deur is er toegevoegd. Oh, oké. Nee, het is toch niet zo sterk als ik dacht. Sniperen? Waar zo? Waar zie je mensen? Ik probeer ze te vinden. Oh, oh, oh. Daarboven. Ik zie het. Oh, oh, oh. Ze schiet alles kapot. Oh, nee, jongens. Oh, ik ben geraakt. Oh, er komen nog mensen aan de andere kant. Ik ga snel hieronder. Ja, ja, het komt goed, jongens. Kan iemand mij... Oh, ik ben helaas veroverd. Jammer dit. Het was heel spannend. Zijn we allemaal... We zijn alle drie gewoon ook gewoon in één keer hier. We zijn gewoon doodgeschoten en dit was het. Welkom bij een nieuwe aflevering van Frotniet. We gaan voor de derde keer proberen om dus... gewoon... We waren vorige keer vijfde geëindigd, dus dat is ook niet heel slecht. En trouwens, Mick heeft hier een van de duurste skins gekozen. En hier heb Pascal ook een van een voetbaloutfit. En ik ben Lara Croft. Dat is op zich ook wel gaaf. Ik bedoel, Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider... Is een nieuwe game die pas uitgekomen is, dus waarom niet? Oh jongens, kijk nou, ik ben gewoon level 4. Hoe vet is dat? Nou, nog even doorspelen en dan wie weet word ik wel een level hoger. Terwijl ik nog helemaal geen kill heb gemaakt. Ik was wel op mijn hoede, althans niet goed genoeg. We hadden ons eigenlijk meer moeten opsluiten. Hier gaan we nu even wachten op spelers. En dan is het moment aangebroken dat ik dan eventjes zo weer in het midden ongeveer en dan weer uit de bus springen. Dat is misschien wel een goed idee. We gaan naar Junk Function, heet het volgens mij. En door de nieuwe update blijkt dus dat eigenlijk die cirkel overal naartoe kan gaan. Dus dat hoeft niet per se naar het midden. Het kan ook zijn dat we daar gewoon goed zitten waar we nu naartoe gaan. Dat kan overal. Maar het wordt sowieso spannend, want we zijn dus met 97 mensen in het spel. Dat is behoorlijk veel. Oh, 96. Ja, mensen worden natuurlijk gewoon helemaal afgeslacht nu al. Dat gaat best wel snel. Maar wij zitten weer op een plek waar weer minder mensen zijn. Althans, ik zie niet echt mensen in de omgeving. En dat is maar goed ook. Maar het wordt dadelijk natuurlijk wel spannend zodra er mensen verschijnen. Ik ga gelijk landen op een wapen. Eerst even deze armor pakken. Wat... Oh, dat is ook een wapen al. Een shotgun, geloof ik. Oh, zal ik instappen? Wacht, ik kan erin zitten. Serieus? Oh ja, goed zo. Daar gaan we hoor. Gezellig. Rijden in een wagentje. De criminaliteit wat wij vertonen nu, hè? Hoppakee. Oh, de cirkel is op zich gebevestigd. Dus wij moeten sowieso gaan verhuizen, zie ik al. Ik heb gewoon een legendary assault gekregen van Mick. Hoe cool is dat? Ik denk dat dit gewoon een heel bijzonder wapen is, denk ik. Beste wapen in game? Serieus, deze? Oké, nou dan ga ik die maar even gebruiken, denk ik. Althans, nu moet ik wel heel goed mijn best doen. En laten zien wat we kunnen. Maar ik denk dat we dadelijk wel even richting de goede plek moeten lopen. Want we hebben nog maar een minuutje. Ja, want we willen natuurlijk wel een soort van overleven. Maar wel uitkijken voor ramdebielen die dadelijk ons gaan snipen of wat dan ook. Ja, wat gaan we doen? Daarboven is een huisje. Zullen we daar eens naartoe gaan? En misschien is het wel gewoon een heel mooi plekje voor een overzicht. Want ik weet niet, heeft iemand van jullie een sniperrijfel? Dan komt het helemaal goed. Oh, het is gewoon een gebouwtje en er zitten spulletjes op. Maar zo te zien zijn die niet gepakt, dus... Misschien dat er nog niemand hier is geweest om deze op te pakken. Oh, dit ziet er goed uit. Een double-barreled shotgun. Oh, lekker hè? Mooi wapen. Ik heb nu echt alleen maar goede wapens. Maar... Oh, kijk, een hamburgertje. Moeten we daar wel mee doen? Oh, dat ziet er echt heel erg schattig uit. Kunnen we daarop schieten of zo? En zijn er al vijanden in zicht? Ik zie daar een plekje. Ik zie geen beweging op de map. Er zijn nog 31 spelers die hier... Ik zie wel een cirkel daar van vuur. Vraag me niet wat het is. Het zijn allemaal dingen...
waarvan ik zeg van, nou, ik herken het niet, of ik weet niet wat het is. Nee, Mick, dit is mijn favoriete schuur. Nee. Dit is een heel mooi schuurtje, daar kunnen we lekker gaan wonen. Oh, we zitten nog steeds goed. Althans, we moeten toch richting Dusty Divet. Dus ik denk dat we maar een beetje die kant op moeten gaan lopen. Denk je niet? Ja, dat lijkt me wel verstandig. Volgens mij is dit ook wel niet heel verstandig dat we een berg op zijn gegaan. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken als we hier op gaan lopen. Oh, oké, dat was heel smal. Dat was heel eng. Ja, het komt goed. Ik loop jou gewoon achterna. En nu gaan we dan maar een beetje glijden. Zo, hoppakee, dat gaat ook makkelijk. Namens mij eventjes bedankt dat jullie mee wouden doen. We gaan eigenlijk gewoon de dood in nu. Ja, ik zie mensen daar rechts. Zie je hem? Daar zo. Kijk. Ja, ik heb hem geraakt. Ja, nog een keer geraakt. Maar we moeten wel een beetje bij elkaar blijven. Dus ik blijf een beetje met Mick. Ik denk dat ze daar binnen zitten. Daar, hè, dat gebouw. Dat is hem, hè. Maar erg uitkijken, want de vijand is verzwakt. Komen dat huisje binnen. Dat hebben we gevonden. Een auto. Oeh, wat was dat? Oh, ik schrok. Oh, we zitten precies goed. We zitten echt precies goed. Hier moeten we ook gewoon naartoe. Bij Loot Lake dus. Aha. We hebben hier ook een kamp. Jongens, dit is allemaal bescherming. Laat het nou verstaan. Zo, kijk eens even. Even wat beschutting bouwen, ook voor de achterkant. Mochten ze ons gaan zien, dan zitten wij in ieder geval lekker eventjes veilig. Althans, dat hoop ik dan. Oh, ik word ingebouwd. Oh jee, ik hoor schoten. En als ik te veel schoten hoor, dan is het een probleem of niet? Oh, daar zitten ze. Oh, er komt iemand. Oeh. Oké, dit is niet cool. Dit is zeker niet cool. Oh, er zit iemand hier rondjes te springen. Oh. Oh, ik zag hem, joh. Och, oh, daar komt hij! Ah, nee! Jammer dit. Oh, hij heeft me. Hij heeft me gewoon met de shotgun, hè. Sowieso met de shotgun. Maar toch, weer niet overleefd. Misschien komt er ooit eens een moment dat we gewoon, hè. Het is misschien ook een beetje geluk en een beetje... Ik denk dat het draait om geluk. En natuurlijk ook hoe goed je bent. Nou mensen, dit was de aflevering van God Niet. En vond je het leuk, laat dan een duimpje achter. En vond je het niet leuk, ja, dan... Laat een duimpje achter. Ja, waarom niet? Tot de volgende keer. Doei. En bedankt Mick en Pascal natuurlijk voor het meedoen.